Ah ja. Dus dat betekent dat nu Amerika in de oorlog is gekomen. Want Hitler was zo blij dat de Japanners dit gedaan hadden. Die dachten, ga ik toch winnen. Het gekke is dat Churchill ook enorm blij was. Want Churchill zei, hebben we toch gewonnen. Het verlossen, kunt u mij horen? Nieuwe aflevering met een nieuw onderwerp. Een onderwerp uit de Tweede Wereldoorlog. Daar gaan we er een aflevering lang over hebben. En het onderwerp dat we gekozen hebben is... Ja, hadden de Duitsers de Tweede Wereldoorlog kunnen winnen? Want eigenlijk als je eraan begint en als je er ooit iets over leest... dan ga je er altijd zonder eigenlijk enig nadenken vanuit dat de Duitsers wel moesten verliezen... wat ze ook tenslotte gedaan hebben natuurlijk. En niet zo'n beetje verloren, maar je kunt rustig zeggen... dat ze de Tweede Wereldoorlog verpletterend verloren hebben. Maar was er ooit een kans om hem te winnen? Daarvoor moeten we eigenlijk eerst even de structuur van de Tweede Wereldoorlog uit elkaar leggen. Eigenlijk bestaat de Tweede Wereldoorlog uit meerdere oorlogen in verschillende theaters. En aanvankelijk was natuurlijk het belangrijkste theater West-Europa. Dat zou je kunnen zien als de strijd van Engeland en Frankrijk tegen Duitsland. Dan was er een theater in de Middellandse Zee. Dat was een overigens veel beperktere strijd tussen Italië, wat streefde naar superioriteit in de Mediterranee, en Engeland. En dan was het tenslotte natuurlijk het megaconflict. En dat was de strijd aan het Oostfront. Waar tenslotte, niet waar, de Duitse Weermacht een nederlaag leidt. Ik zie even helemaal af van de oorlog in de Pacific, omdat die nu even geen rol speelt. Terwijl de Amerikanen natuurlijk in feite twee oorlogen gevoerd hebben. Eén tegen Japan en één tegen Duitsland. En de Amerikanen hadden eigenlijk onmiddellijk in 1941 beslist dat ze de oorlog tegen Duitsland belangrijker vonden. Omdat ze toch meenden dat Duitsland een gevaarlijker natie was dan Japan. Wat denk ik ook wel het geval was. Maar goed, ze hebben beide oorlogen gewonnen omdat ze toen... veruit superieur waren natuurlijk vooral ook als productienatie. Maar goed, eerst even het West-Europese theater. En dat is natuurlijk ook het merkwaardige van de Tweede Wereldoorlog, dat Duitsland natuurlijk aanvankelijk zo ongelooflijk spectaculair wint. Kijk, dat ze tegen Polen zouden winnen, dat begreep iedereen wel. Maar dat ze Frankrijk in feite in 3 weken zouden verslaan... Ja, het heeft nog even geduurd voordat er dan een wapenstilstand is. En die zaak in die treinwagon van de Eerste Wereldoorlog beklonken wordt. Maar in feite was Frankrijk na 3 weken verslagen door de Duitse Weermacht. In een spectaculaire campagne, anders kun je het niet noemen. Zoals altijd bij dit soort van verrassende militaire ontwikkelingen... is het natuurlijk zo dat de Fransen... totaal incompetent bleken te zijn. Er was echt niks in orde. Waren geen moderne communicatieapparatuur. Ze hadden geen behoorlijke radiosysteem. Ze hadden meer tanks dan de Duitsers, maar hadden ze volledig verkeerd gebruikt. Ze onderschatten voortdurend het tempo van de Duitse operaties. Dat was een van de hele sterke punten van de Duitse Weermacht. Het enorme tempo waarin de zaken ondernomen worden. Niet zo van, ja, dat kan wel even duren. Nee, het was altijd tempo, tempo, tempo. Hitler zet tijdelijk zijn panzerdivisie stil... omdat hij bang was dat ze... In de moerassige gebieden in België en Noord-Frankrijk terecht zouden komen. Dat die helemaal niet hoeven te doen, maar dat heeft hij gedaan. En dat zorgde er wel voor natuurlijk dat in feite de Britse expeditieleger geëvacueerd kon worden uit Duinkerken. Maar ja, je begrijpt, voor het front van de hele wereld, op het wereldtoneel, was iets spectaculairs gebeurd. Namelijk... Duitsland, de Duitse Weermacht, Nazi-Duitsland, had vernietigend gewonnen van Frankrijk. Wat algemeen beschouwd werd als een even machtige en belangrijke natie als Duitsland. Dus je begrijpt, voor iedereen die een klein beetje geopolitiek dacht, die dacht, oh, grote god, wat is er nu toch aan de hand? Het gerucht gaat staan en echt bleek is weggetrokken. En die dacht, jezus,
Wat staat mij te wachten als dit in Frankrijk zo verloopt? En in Amerika werden allerlei stukken geschreven dat het iets totaal nieuws was. En dat dit een managerial economie was die onverslaanbaar was geworden. Nou, zoals gewoonlijk de bekende hysterische overdrijvingen. Maar desalniettemin, de razendsnelle overwinning van de Weermacht op Frankrijk was toch wel een hele speciale gebeurtenis. Waardoor natuurlijk ook Hitler dacht, ik ben de grootste veldheer aller tijden. Dat werd hem ook verteld natuurlijk door zijn medewerkers. Grofas, grootste veldheer aller tijden. Afkorting is Grofas. Dus ja, ze hadden natuurlijk wel vertrouwen gekregen. Ging hij ook naast zijn schoenen lopen? Ja, ik denk dat Hitler strategisch naast zijn schoenen is gaan lopen. Ik hoop, als ik er even aan denk, dat dit verhaal tenslotte af te sluiten met mijn idee. Dat eigenlijk Hitler een waardeloze strateeg was. En vanaf het dat, ja, als die de dominante macht in Europa had willen worden op dat moment, en we hebben het nu even over de late jaren 30 en de vroege jaren 40, dan is zijn planning wel volkomen waardeloos geweest. Maar goed, daarover straks misschien ietsje meer. Ik neem nog even een slokje onbekend water. We hebben geen idee waar het vandaan komt. Heerlijk water, kan je anders zeggen. Ja, nu was de vraag natuurlijk, Frankrijk was verpletterend verslagen. De wereld keek met grote ogen toe. Het was hallo. Hier was toch een heel spectaculaire gebeurtenis, had zich voltrokken. En ja, Engeland stond er nu alleen voor. En dat leidt natuurlijk tot de Battle of Britain. In die zin dat de Duitsers geprobeerd hebben om de superioriteit in de lucht boven Zuidoost-Engeland te veroveren. En daar zijn ze niet in geslaagd. De Battle of Britain was eigenlijk een padstelling. Een remise, zou je het kunnen zeggen. Maar een remise onder die omstandigheden was in feite een Duitse nederlaag. Want dat betekende dat de Duitsers niet in staat zouden zijn om ook het Engelse eiland aan te vallen. Wat ze ook niet gaan. Ze hadden wel een plan, dat heette Zeeleuwen, maar je vraagt je af hoe serieus dat eigenlijk geweest is. Had dat uitgevoerd kunnen worden, ze hadden helemaal geen amfibische. En ik denk eerlijk gezegd van niet. Ik denk ook dat de generale staf tenslotte ze hebben gezegd, joh, dit is een hele risicovolle onderneming, dat valt om de drommel niet mee. Dan hebben we een soort van superioriteit nodig waar we nu helemaal niet over beschikken. Dus voor Hitler was de vraag oké. Hij vond ook helemaal niet zo erg eigenlijk dat hij Engeland niet zou kunnen veroveren. Want zijn redenering was als volgt. Als ik Engeland verover, dan wordt het empire toch opgedeeld door de Verenigde Staten en Japan. Dus ik heb er eigenlijk niks aan. Ik heb dat eiland wel, maar verder niks. En zijn idee was natuurlijk, ik wil eigenlijk de dominantie in Europa. En het fijnst zou zijn, daar was ik wel een bewonderaar van Engeland over. Het fijnst zou zijn als de Engelsen dat dan gewoon erkennen. Dat ik de dominante invloed in Europa had. Hij vond ook wel dat hij door die kapitale nederlaag van Frankrijk, dat hij eigenlijk een voldoende revanche had genomen voor de Eerste Wereldoorlog. Waarin Duitsland natuurlijk ja, aan het westelijk front verslagen is door een coalitie van Engeland, Amerika en Frankrijk. Maar nu was dat dus heel anders gelopen. Overigens hadden waarschijnlijk de Duitsers helemaal niet verwacht dat het in 3 weken gepiept zou zijn. Ze zaten een beetje van hallo, waren waarschijnlijk zelf ook verbaasd. Zoals dat zo vaak gaat onder dergelijke omstandigheden. Dus Hitler moest iets anders verzinnen. En ik geloof dat de planning van de generale staf voor een grote campagne tegen Rusland, die was in feite al begonnen. Je moet steeds de luisteraar in de gaten houden op dit moment, nietwaar? Is Nazi-Duitsland een schijnbaar voor allen onoverwinnelijke partij? Als je met de meermacht te maken krijgt, dan ben je de klos. Overigens, dat is de hele oorlog zo gebleven. Als je serieus 1-op-1 vocht met de weermacht, dan verloor je eigenlijk bijna altijd. Dat de weermacht tenslotte verloren heeft, komt omdat het al lang niet meer 1-op-1 was natuurlijk. Maar goed, dit tussen haakjes. En dus wat nu voor Hitler? Hitler dacht, nou weet je wat ik doe? Ik begin een oorlog tegen Rusland. Want als ik en West-Europa, niet waar, kan beheersen, wat al het geval is,
plus Rusland, dan zal Engeland toch wel eieren voor zijn geld kiezen en zeggen, oké, jullie zijn de baas in Europa. Enkele snuggere luisteraars zal zeggen, is Duitsland niet op dit moment eigenlijk ook de baas in Europa? Nou, Scholz maakt daar niet veel werk van, maar ja, het is eigenlijk wel zo. Dat blijft een beetje een curieuze zaak, dat de Duitsers het nu eigenlijk ja, min of meer in de schoot hebben geworpen gekregen, om het maar zo te zeggen. Waarom een oorlog tegen Rusland? Want ja, de luisteraar zal ook zeggen, ja, hartstikke stom, die nooit aan moeten beginnen natuurlijk. Kijk nou, slecht afgelopen. Zo dachten zij er niet over. Dat we zeggen, zo dacht Hitler er niet over. Hitlers idee was in feite, een oorlog tegen Rusland, dat is, zoals hij zelf zei, een zandkastenspiel. Dat was kinderspel. Zandkast is een zandbak vanzelfsprekend. Het is een zandkastenspiel. Dus wij kunnen dat makkelijk winnen. En de algemene teneur was, Duitsland zou 9 weken nodig hebben om Rusland te verslaan. Dat was overigens niet alleen Hitlers opvatting. Ook in Engeland en Amerika dachten ze dat het Rode Leger, wat natuurlijk een enorme zeepert in Finland had opgelopen, wat onderhevig was geweest aan al die zuiveringsprocessen. Iedereen dacht dat het Rode Leger stelt geen bal voor. En waarom wilde Hitler Rusland aanvallen? Omdat zijn idee van dominantie in Europa was dat het hele westelijke deel van Rusland, zeg maar tot de Oeral ongeveer, dat zou tot zeg maar het grootraam Europa moeten horen, waarin Duitsland natuurlijk de beslissende partij zou zijn. Dat was het idee. Er moest een grootraam gecreëerd worden. Dat is ook zo'n term uit de geopolitiek, dat je een grootraam nodig hebt om... Vergeet niet dat ze natuurlijk allemaal diep onder de indruk waren van de Verenigde Staten. En wat je verder van de Verenigde Staten mogen denken. En dat is ook een grootraam natie. Ook een hele, hele, hele grote natie. Vergeet dat niet. Dat vergeten wij altijd. Omdat wij eigenlijk meestal naar Washington kijken. Niet naar wat er verder nog is. Maar goed, het is een grootraam. Hitler was ook een grootraam. En bovendien dacht hij, het is een fluitje van een cent. Dus waarom zou ik het niet proberen? En als het een succes is voor de zeg tegen de Engelsen, kijk maar, ik heb nu heel Europa veroverd, daar kunnen jullie geen reet meer aan doen. Bij dit alles bedenk, Amerika is niet in oorlog met Duitsland. Amerika staat nog terzijde. En ze voelde ook niet de neiging om in te grijpen? Voorlopig niet. Dat wil zeggen, Roosevelt zag waarschijnlijk wel de noodzaak op lange termijn om er iets aan te doen. Maar de stemming was daar helemaal niet naar. De stemming was eigenlijk, laten we ons er in godsnaam niet mee bemoeien. Dus ja, Hitler begint aan de verovering van Rusland, die hij dus zag als een zandkastenspiel, waarvan hij de zwaarte onderschatte. Aanvankelijk overigens, de eerste, het begint op 21 juni 1941, ik geloof dat ze in juli denken, hebben gewonnen. Dan hebben ze al miljoenen krijgsgevangenen gemaakt, dus... Ze razen daar door die Russische ruimte heen. Hitler geeft opdracht om de productie voor het Russische front te verminderen en te werken aan een enorme nieuwe luchtvloot en schepen, en grote nieuwe marine, om eventueel, weet ik veel, Amerika aan te kunnen pakken na deze enorme successen. En dan loopt het eigenlijk mis in Rusland. Ook de Weermacht loopt slijtage op. Het vordert minder snel. De Russen komen steeds met nieuwe divisies. Omdat ze natuurlijk ook demografisch wel iets meer gewicht hadden dan Duitsland had. En nou ja, tenslotte loopt de zaak vast. En dan is de grote vraag. Is het moment waarop het vastloopt, is dat al het moment waarop Duitsland in feite, in principe, de oorlog had verloren? Want wanneer loopt het vast, precies? Zeg maar, in november, oktober, november is het duidelijk vastgelopen. De Weermacht maakt nog wel vorderingen. De Weermacht staat in de suburbia, moet je dat zeggen, de voorsteden van Moskou. Maar de Weermacht is voorlopig aan het eind van zijn Latijn. In het najaar dus ook, hè? Dus daar moet ook de omstandigheden... Najaar 41, let op, najaar 41. Dus de winter staat voor de deur? Juist, winter was belangrijk, want zonder winter was Rusland één grote modderpoel.
En met winter was de zaak bevroren, kon je dus gewoon rijden met je vrachtauto's en je tanks. En op 5 december, niet voor niks natuurlijk Sinterklaas, gaat het Russische leger gaat in een tegenaanval. Ze hadden reserves opgebouwd achter Moskou en voor het eerst in de Tweede Wereldoorlog wordt de Weermacht zo'n kleine 300 kilometer teruggedrongen. Het is duidelijk dat het hele idee van het zandkastenspiel van een overwinning na 9 weken is in duigen gevallen. Dan gaan we ons zo afvragen, is dat nou ook het begin van het einde? Of het einde van het begin? Dat is altijd een interessante vraag natuurlijk. Want achteraf is gezegd, van, ja, hoe komt dat nou dat dat fout gelopen is? En met name de Duitse generaals, die hadden een ander aanvalsplan bedacht voor Rusland. Want omdat Hitler dacht dat het een zandkastenspiel zou worden, was de aanval op Rusland eigenlijk, die bestond uit 3 speerpunten. 1 naar het zuidoosten, 1 naar het noordoosten richting Leningrad en 1 richting Moskou. En de generaals hadden gezegd, dat is niet handig in die immense ruimte. We kunnen beter ons richten op 1 enkele aanval richting Moskou. Als we dat, later hebben ze ook allemaal memoires geschreven natuurlijk, als we dat gedaan hadden, hadden we misschien kunnen winnen. Dat is eigenlijk het punt waar je als militair historicus of überhaupt als historicus je kunt afvragen. Had gesteld dat Duitsland dus niet over 3 fronten Rusland had aangevallen, maar over 1 enkel front. Gezien natuurlijk de gruwelijke start van dat conflict, dat aan het oostfront met die eindeloze Russische nederlaag. Dat is echt heel verschrikkelijk allemaal. Had het gekund als ze dus alles hadden gezet op de aanval richting Moskou. Daarbij moeten we dan weer rekenen met het feit dat de Russen in die totale chaos van die oorlog die ze aanvankelijk leken te zullen gaan verliezen, een kleine 3000 industriële bedrijven opgepikt hebben in het westen van Rusland en verplaatst hebben deels naar achter de Oeral, maar in ieder geval ver achter Moskou. Dus je zou kunnen zeggen, gesteld dat de Duitsers in die ene enkele aanval Moskou veroverd zouden hebben, zou dan het regime ingestort zijn? Of had Rusland eigenlijk vrij effectief met die verhuisde industrie de oorlog voort kunnen zetten? Dat laatste was natuurlijk de grote vraag op het punt van, hadden ze voldoende, met name staal, om producten voor die oorlog te maken? Ja, waarschijnlijk wel. Dus de oorlog zou waarschijnlijk toch niet beëindigd zijn in het geval de Duitsers 1 enkele aanval op Moskou hadden ingezet. Maar dat is allemaal speculatie. Je kunt over dit moment in het conflict kun je speculeren. Als er ooit een moment is geweest dat de Duitsers hadden kunnen winnen, dan is dat, laten we zeggen, vanaf het moment dat ze Rusland aanvallen tot het moment dat Zhukov op 5 december in de tegenaanval had. Daar ligt het punt, had het anders gekund. Ja, de generaals zeggen, ja, hadden ze dat, had Hitler maar naar ons moeten luisteren, maar dat deed hij nooit, dus het is Hitler's schuld en wij hebben het allemaal veel beter gezien. Of dat ook daadwerkelijk zo is, zullen we nooit weten. We kunnen hoogstens redeneren, als er ooit een kans geweest is, dan tussen juni 41 en 5 december 41. En dan moet je dus rekening met het feit dat de Russen werkelijk een fantastische managerial prestatie, dat ze een groot deel van hun industrie hebben weten te verplaatsen, ondanks het feit, niet waar, dat de Weermacht huis hield in West-Europa. En nu moeten we er natuurlijk nog iets aan toevoegen, want we zitten nu op 5 december 41. En dat is een vrijdag. En daarna komt er een zaterdag zoals normaal, maar daarna komt er een zondag. Maar die zondag, dat was nou weer wel een dag van een grote historische gebeurtenis. Want dat is 7 december 1941. En op 7 december 1941 hebben de Japanners geheel onverhoeds de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor aangevallen. En daarmee begint het conflict tussen Japan en de Verenigde Staten. Daarmee, niet waar, raken de Verenigde Staten betrokken
in het conflict wat wij de Tweede Wereldoorlog noemen. Overigens heeft Keegan ooit gezegd, dus een Engelse militair historicus, eigenlijk is de Tweede Wereldoorlog, dat is de grootste samenhangende historische gebeurtenis die zich ooit heeft voorgedaan. Leuk om een leuk weetje, maar ik kan er ook iets, ik kan ook zeggen de industriële revolutie bij wijze van spreken, maar goed. Dus dat betekent dat nu Amerika in de oorlog is gekomen. Want Hitler was zo blij dat de Japanners dit gedaan hadden. Die dachten, ga ik toch winnen. Het gekke is dat Churchill ook enorm blij was. Want Churchill zei, hebben we toch gewonnen. Churchill begreep dat de Amerikanen natuurlijk aan de oorlog zouden gaan deelnemen. Ten meer omdat Hitler zo blij was over die Japanse aanval. Dat hij onmiddellijk ook de Verenigde Staten de oorlog heeft verklaard. Had hij niet hoeven te doen. Maar hij heeft het wel gedaan. En daarmee denk ik, is die 11 december 1941, dat is toch een heel cruciaal moment geweest. Mijn theorie is dat vanaf 11 december 1941, mijn theorie, ik ben niet de enige, dat is de theorie dat Duitsland in feite vanaf 11 december 1941 kansloos was. Het had een jaar langer kunnen duren, het had ook een beetje anders kunnen lopen, maar in feite was Duitsland kansloos. En dat ligt aan het feit natuurlijk dat het Amerikaanse productieapparaat zo superieur was dat het hele idee dat Japan en Duitsland, laten we zeggen, die oorlog hadden kunnen winnen op lange termijn was een illusie. Ook de mobilisatie van het Amerikaanse productieapparaat was van een zodanige superioriteit dat de Duitsers daar in feite niets tegenover konden stellen. Merkwaardig genoeg bereikte de Duitse oorlogsproductie zijn hoogtepunt in het najaar van 1944, als ze dus al lang en breed verloren hebben. En daarom maakte ik mijn punt, als Hitler dan zo nodig de baas had willen worden in Europa, dan had hij ervoor moeten zorgen dat hij niet in september 1944 de boel pas goed op de rails had, dan had hij ervoor moeten zorgen dat hij in 1939 en in 1940 al die apparatuur had waarmee hij misschien in het begin van die oorlog een zodanige klap had kunnen uitdelen dat hij een kans had om te winnen. En dan moet ik zeggen dat Fritz Todt, dat was de leider van het Duitse productieapparaat, die heeft naar het schijnt al na 11 december 1941 gezegd, Führer, we moeten rekening mee houden, wij kunnen die oorlog niet meer winnen. En het schijnt dat Jodl, de stafchef, dat ook tegen Hitler gezegd heeft. Hitler zal zeker gedacht hebben, nou ja, het staat er even behoord voor, maar wie weet, ik ben toch de grootste veldheer aller tijden, wie weet loopt het anders of beter, hoe dan ook. Hij wist ook niet beter dan het conflict door te zetten. En dan zie je bijvoorbeeld heel interessant, in 1942 zie je, al laten we zeggen, de donkere wolken zich geleidelijk samenpakken boven het lot van Duitsland, omdat de Sovjet-Unie met een minder grote staalproductie in feite veel meer oorlogsmateriaal weet te maken dan Duitsland. Dus Duitsland wordt ook productietechnisch in 1942 verslagen door de Sovjet-Unie. Laat staan dat er nu een coalitie is van Engeland, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten tegen Duitsland in het veld getreden is. Richard Overy, die een ontzettend leuk boek heeft geschreven, Why the Allies Won, waar we het wel eens eerder over gehad hebben. Als u er iets over wil lezen, lees Overy. Richard Overy, Why the Allies Won, dan ziet u ook allerlei cijferopstellingen en zo. Overy zegt van ja, eigenlijk was het pas duidelijk dat Duitsland beslissend had verloren in de Tweede Wereldoorlog in de eerste zomermaanden van 1943. En dat komt eigenlijk omdat de Duitsers nog in 1943 een vrij omvangrijk offensief hebben opgezet. Wat dan leidt tot een enorme veldslag rond de stad Oersk, die ze overigens verliezen. En dan zegt de overheid, is het wel klaar met de Weermacht. Kijk, de Weermacht was een fantastisch militair apparaat, dus ze wisten zich altijd elastisch terug te trekken. En ze hebben ook nog wel een paar kleinere deeloverwinningjes behaald. Denk aan Market Garden bijvoorbeeld. Maar in het grotere geheel van de oorlog was Duitsland vanaf de zomer van 1943 kansloos. Ik zou zeggen, Duitsland was vanaf 11 december 1941 kansloos. Ja, of je moet denken in termen van dat er een soort van
compromisvrede zou zijn gesloten tussen Duitsland en de westelijke geallieerden, maar daar is nooit sprake van geweest. Je kon met Hitler geen compromis van vrede sluiten. Dat is eigenlijk uitgesloten. Dus ja, was er, heeft het window of opportunity ooit opengestaan? Nou dan, voor de speculanten die dit een lollig idee vinden, misschien op een heel klein kiertje tussen juni 41 en december 41. Maar daarna niet meer. Dus zou, als ik moet generaliseren en moet een conclusie moet trekken, dan zou ik zeggen dat Duitsland eigenlijk vanaf het moment dat het aan het oostfront fout loopt, de oorlog verloren had. Dat was ontzettend stom. Ja. Hitler had dat helemaal niet hoeven te doen. Dus de conclusie? Is dat Duitsland er, althans vanaf het begin van de aanval op de Sovjet-Unie, in feite de oorlog verloren had. Ondanks het spectaculaire succes tegen Frankrijk. Ja. Het zou best kunnen zijn als alles Duitsland een beetje mee had gezeten en Hitler had wat minder stom gespeeld op een aantal punten. Denk aan Stalingrad bijvoorbeeld. Ja, dat was natuurlijk ongelooflijk stom. Is dat ontzettend stom aangepakt. Je hebt het wel lelijk te pakken. Ja. Dat is in gaat het een beetje? Ja, het gaat wel. Ik zit even te kijken, heb je nog een flesje water ergens liggen? Er staat hier ook nog een flesje water, maar ik weet niet, het is misschien oud water. Staat dat daar? Ja. Oh, dan geef me dat maar even. Ja. Kijk, je ziet toch in deze rijdende studio zijn wij voorzien. Ook van de noodzakelijke geneesmiddelen. Dat is fijn. Moet ik hem alleen nog open krijgen. Ja, het is waarschijnlijk al maanden dicht. Ja, dus ja, achteraf moet ik zeggen, daarom zei ik ergens al in het begin van het betoog, dat als Hitler serieus was geweest en had ook serieus nagedacht over de strategische dilemma's en wat hij eigenlijk precies wilde, dan had hij het vanaf 1939 echt heel anders aan moeten pakken. Ja. Het bekende verhaal is natuurlijk met die duikboten. Dat ze dan op het moment dat de oorlog al verloren is, hebben ze 200 fantastische duikboten die enorm effectief kunnen zijn en hadden kunnen zijn. Maar dan is het in feite al te laat, wel bij het begin van de oorlog, want dan hadden ze 2 van die moderne duikboten of zoiets, in ieder geval een betrekkelijk klein aantal. Dus nee, het blijft bij Hitler toch, hoe gek het ook klinkt, hoe zwaar het historisch ook was, toch improvisatie. En in de improvisatie is het gewoon totaal fout gegaan. En grootheidswaanzin? Ja, ik denk dat Hitler in de zomer van 40 had moeten zeggen, nou, moet je eens even kijken. Dat is wel mooi. Ik heb heel West-Europa veroverd. Ik heb meer veroverd dan enige Duitse leider voor mij. Dus we laten het maar eens even zo. We gaan eens even aftasten. Kunnen we hier wat over praten? Valt er een compromisvrede te sluiten? Misschien, zolang Amerika niet in oorlog is. Leuk scenario natuurlijk. Ja. Er zijn ook wel radicale Engelse, jonge Engelse historici geweest. Alweer een tijdje geleden. Die zeiden, ja, het Zwitserland gewoon een deal moeten sluiten met Hitler. Want dan hadden we ons empire kunnen behouden. En ja, dan was Hitler de baas geworden in Europa. Maar goed, hoe cares? Wat voor deal was dat dan? Nou, dat er niet meer verder oorlog zou worden gevoerd tussen Duitsland en Engeland. Hm. Wat natuurlijk niet. Ja. Want de Engelsen hebben natuurlijk ook een belangrijke rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Door te beginnen met strategisch bombarderen. Ja. Later mede ook uitgevoerd door de Amerikanen. Maar dat heeft wel een rol gespeeld in de oorlog. Kijk, uiteindelijk is denk ik. En vandaar dat ik toch die 11 december sorry, 7 december nadruk wil geven. Uiteindelijk is de Tweede Wereldoorlog een productieslag geweest. En ja, Duitsland is gewoon outproduced. Net zo goed als de Japanners op een gruwelijke manier outproduced zijn. En na Midway zijn ze eigenlijk in allerlei opties. Dat is eigenlijk een heel ander verhaal, maar goed, dat kan ook nog een keer verteld worden. Daar moeten we toch dat boek nog gaan doen. How the War Was Won. Omdat dat boek in feite alle nadruk legt. Of alles steeds onderstreept. Het ging om productie. En die productie hebben zowel Japan als Duitsland ruimschoots verloren. Dus ja, het had 2 jaar langer kunnen duren. Als het allemaal tegen had gezeten. Maar het was altijd in het voordeel
van de productiereus af in Casu de Verenigde Staten afgelopen. En zit er wat in die kolonels die jij noemde, die zeiden van Hitler, je had het anders moeten doen? Of dat dan tot succes zou hebben geleid, dat weten we niet. Vandaar dat ik zei, nou, let op het feit dat de Russen wel duizenden productiebedrijven naar het oosten hadden verplaatst. Precies. Daar hebben we ook een keer een vraag over gehad, hè, van dat het een enorme operatie was, hoe ze dat zo snel hebben kunnen doen. Ja, spectaculair. Heel spectaculair. Want hoe snel is dat gegaan? Nou ja, dat heeft zich in enkele maanden voltrokken. Ik geloof dat die grote tractorfabriek in Kharkov, tegenwoordig Oekraïne natuurlijk, die tanks maakte op grote schaal, tanks bouwde op grote schaal. En ik dacht dat die fabriek, die was eerst verplaatst naar oostelijk van de hoek van de Oeral, of in ieder geval ver naar het oosten, ik weet niet precies tot waar. In mijn herinnering is die fabriek 13 weken later alweer gaan draaien daar en weer tanks gaan produceren. Dus dat hebben ze wel goed gezien. Fantastisch. Ja. Ja, dat is wat de Sovjet-Unie kon onder dwang dit soort van mega-operaties uitvoeren. En toch ook een vooruitziende blik. Ja, maar goed, ook Amerika bleek in staat te zijn natuurlijk om niet onder dwang, maar heel vrijwillig mega-operaties uit te voeren. Want ja, denk aan die bommenwerpers die aan de lopende band werden gebouwd. Dat is echt een productietechnisch is dat een kunststukje. Ik geloof dat een bommenwerper meer dan 10 maar zoveel onderdelen bevat als een auto. Ja. Dus een auto aan de lopende band bouwen is al om dat goed te doen is al een kunststukje. Maar dan moet je dus een ding bouwen wat 10 keer zoveel onderdelen heeft. Dat is pas wat. 24/7 draaide die fabriek door. Ik geloof dat zijn die B-24 zijn dat, die Liberators. En ik dacht dat toen het goed draait, heeft ze wel moeite gekost om het op te starten, bij mijn weten. Maar tenslotte kwam er gewoon elke uur een bommenwerper uit. Ja, dat is toch. Dus het boek How the War Was Won moeten we nog een keer doen? Ja, dat gaan we nu nog doen. Oké, okay, nu nog? Nee, niet nu. Okay. Nee. En we hebben nog de Urban Jungle, hè, die we nog een keer moeten doen. Ja, maar dan ook zeker, want nu heb ik de Urban Jungle uit. Ja. Ik heb het stukje geschreven. Dus we gaan nu de Urban Jungle doen van schrijver en meneer Wilson. Kijk, oké. Okay. Dus we hebben voor volgende week op het programma staan de Urban Jungle. En dan daarna de How the War Was Won. Oké. Ik wil ook al tussendoor nog wel een schilderij doen. Weliswaar was er bij de post weer iemand die kon niet naar schilderijen kijken, maar we moeten dat toch maar op de koop toenemen. Nou, mocht je in dit lange hemelvaartsweekend nog een podcast willen luisteren, check dan onze aflevering die we gemaakt hebben op de Radboud Universiteit in Nijmegen, nu een week geleden. Die universiteit bestaat 100 jaar en we zijn een uur lang in gesprek gegaan met de studenten van die universiteit. Die aflevering die luister je terug via de link in de show notes. Want Hitler was zo blij dat de Japanners dit gedaan hadden. Die dachten, ga ik toch winnen. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea Level. Daarin vertelt de baas van Ahold Delhaize, Wouter Kolk, hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de podcast staat in de show notes.